Hè? Bijvoorbeeld, Melvin, jij bent helemaal into de affiliate websites. Kijk, jij hebt dan bijvoorbeeld een website aan een website gewerkt wekenlang. Hoe weet jij of hoe voel jij, dit is een website die gaat werken? Nou ja, kijk, ik heb een bepaalde strategie die ik hanteer. En ja, er zitten eigenlijk steeds kleine tussenstapjes in. En elke keer als ik zo'n, zeg maar, het doel van het tussenstapje haal. En noem eens een doel, Nou ja, laat ik voorbeeld. zeggen, ik begin een website, een affiliate website. Ik begin met eerst na te denken, nou, waar zou ik nou een website in willen starten? En dat kan op de gekste momenten komen als ik tv zit te kijken, of als ik naar buiten kijk, of ik hoor iemand praten over een bepaald product. Dan denk ik, oh, wacht even, dat is wel een interessant product. Daar kan ik wel misschien iets mee, weet je wel. Of als wij op vakantie gaan naar een bepaalde stad of land, dan hebben we ook vaak of een hotel. Dan hebben we ook vaak van, nou, dan gaan we een affiliate website over maken. Dus ja, dat komt op hele rare momenten. En nou, voor mij is het al, het eerste succes is al van als ik zoiets hoor en ik vind zoiets, dat ik denk van, oh, wow, dat is leuk. En ik zie ook nog dat er zoekvolume op zit en dat er mensen geïnteresseerd zijn. Dan denk ik van, oh, wow, dat is, weet je wel, het klinkt heel lullig misschien, maar het is wel een klein succesje. Dan denk ik, oh, ik heb iets te pakken waar ik geld mee kan verdienen.